Op een gegeven moment uh, kwam jij daar niet meer hè, bij de wereldwijd door. Ondanks... Nee, ik, ik was daar vrij frequent aanwezig in de eerste jaren. Maar dat is op een gegeven moment is daar een eind aan gekomen. Wat, wat zei hij dan ook weer? Het is klaar of zo? Of ik heb er gewoon genoeg van? Ik ben van. er klaar mee, ja, ja. Hij was, uh, was er klaar mee. Nou ja, oké. Okay. <laughs> Het heeft mij geen leed bezorgd, moet ik je zeggen. Eh, ondanks mijn niet-verschijning in dit unieke, ongelooflijke wereldhistorische programma. Het volwassen, kunt u mij horen? Ik moet zo het motortje maar even aanzetten natuurlijk. Ja. ja, het is wel niet goed voor het milieu hè, als ik dat doe. Nee, het is niet goed voor het milieu, maar ja. Stel voor dat ik dan uh, kou valt en dood dat is ook niet goed voor het milieu nee, toch? Nee, maar Frans Timmermans zal dit niet goedkeuren als we dit aanzetten hier. Nee, zijn het, het interessante is toch dat... Uh, in allerlei opzichten vind het toch zo gevoelig zijn geworden op dit punt, dat je bij allerlei dingen denkt van, joh, kan ik dat nog wel doen? <laughs> He, is dit wel in orde, eigenlijk? Ja. Ik moet je zeggen, ik heb op mijn studeerkamer daarboven, eh, heb ik een bijverwarmingtje. Eh, en eh, daarbij, die zet ik regelmatig aan, maar elke keer denk ik van, ja, kan ik dat nou wel doen? en je denkt ook aan je, aan je elektriciteitsrekening natuurlijk. Maar op zichzelf is dat heel nuttig dat er blijkbaar toch een atmosfeer gecreëerd is waarin je dit soort van denkwerk moet verrichten. Waarbij je steeds denkt van nou ja, zou ik dat nou wel doen? Ja. Maar denkwerk Kijk, is niet er zijn, genoeg. Het zijn allerlei dingen waarbij ik automatisch het goede doe. Ben ik van plan veel te gaan vliegen dit jaar? Nee, absoluut niet. Ik heb ontzettend hekel aan vliegen. Dus het is geen offer als ik niet vlieg. Ja, vliegen moet je alleen doen als het dringend noodzakelijk is. Ik zou iedereen aanraden. neem geen vliegvakantie. Ja, want dan begint u wel gedeprimeerd. vanwege Schiphol. En op de terugweg raakt u ook weer gedeprimeerd. Dus doe het vooral niet. Maar ja, er zijn allerlei dingen waarbij in zijn grondzak de verwarming toch niet. We hebben de verwarming op 20 staan. En nu ik gelezen heb dat vroeger. voordat we al deze bewustwordingsprocessen hadden doorgemaakt. De verwarming in overheidsgebouw... tot mijn stomme wondering op 22 stond. Ja, zie ik mezelf wel als een energiespaarder op dit punt. Ja, 20 valt wel mee toch? Actie is wel het belangrijkste, hè? dus denken is niet genoeg. Je moet ook dan tot actie overgaan. Ja, kijk, dat is de story of my life. Denk heb ik nooit zoveel problemen mee gehad. Maar ik zie dat is een heel, heel zwak punt in mijn geval. Ja, er zullen uh, klimaatactivisten zijn die zeggen: je kunt ook een lekker een dekentje gebruiken. En ga je daaronder zitten als je. Ja, zit. ja, ik moet zeggen dat mijn vrouw vaak een dekentje over de knieën legt. Ja, anders krijgt ze het kuit uh, s'avonds. Want we hebben allemaal nog enkel glas. Dus uh, daar kan je ook nog van alles en nog wat aan doen. Natuurlijk. Maar ja, dat doe jij niet. Nou ja, kijk als je dit huis klimaat, hoe moet je dat zeggen? Neutraal? Neutraal, ja dat is waarschijnlijk het woord, zou willen maken. Dan moet je dat natuurlijk in één klap doen en dan moet je allerlei dingen tegelijkertijd doen. Het heeft geen zin om eerst een beetje van dit te doen en dan een beetje van dat en zo. En tegen dat proces zie ik in hoge mate op, want dat is een van de dingen natuurlijk bij het ouder worden. Dat je in toenemende mate tegen van alles en nog wat opziet. Kleinigheden, maar ook de grotere dingen des levens. We hebben vorig jaar die badkamer laten verbouwen. Nou, ik vond dat uh, de tijd drie weken ergens anders gewoond. Ik vond het verschrikkelijk. Ik kan niet anders zeggen. Oké. Okay. Dus ook als het voor je wordt gedaan. dan vind je het alsnog verschrikkelijk. want dan moet je je huis uit. Ja, of je ja, zit in de rommel. Zeker. Hmm. En, en ja, dat is een typische oude mensenkwaal. Volgens mij beren op de weg. He? En als je jong bent, dan zie je nooit een beer. Je hebt wel gehoord dat ze in de omliggende bossen voorkomen, maar je ziet ze nooit. En dan ergens boven je 45 zie je voor het eerst een beer in de verte. Dan denk je: hier is een beer. Je maakt je er zorgen over, moet dat nou zo verder en zo enzovoort. En naarmate je ouder wordt, komen er steeds meer beren op de weg. En maak je je steeds meer zorgen over van alles en nog wat. Nogmaals, kleinigheden, grotere dingen. Het is een heel complex van zaken. Misschien ook omdat je minder greep hebt of minder zelfvertrouwen of minder energie. Het kan een combinatie van vele factoren zijn. Ja, en tenslotte is het zo dat als je eh, niet waar de weg betreedt zorgens, dat je denkt, er zijn alleen nog maar beren. Het is verschrikkelijk gewoon. Hebben ze niks te eten in die bossen hier in de omgeving. Ja, dat, eh, voor oude mensen is in allerlei opzichten het levenswaardere belasting als voor jonge mensen. Godzijdank is dat zo, want ja. Stel voor dat iedereen er zo tobberig tegenaan zou kijken. Dat zou niet, eh, dat zou niet prettig maar zijn. Maar je merkt het ook bij leeftijdsgenoten dat zij dat ook hebben? Ja, zeker, zeker. Vaak nog veel meer dan bij mij. Ja. Eh, je zou kunnen zeggen, het ligt ook misschien een beetje aan de persoon dat je daar wat gevoeliger voor bent. Ja, de ja, ene is natuurlijk tobberig ingesteld dan de andere, dat is algemeen bekend. En je hebt mensen die nooit ergens over tobben, wat ik dan weer, ja, laat ik beleefd blijven. Zie als een signaal, het signaal van een zekere onbenulligheid. Dat je dus niet ziet dat iets allerlei problemen met zich mee zou kunnen brengen. Ja, ja. En dat, je, dat die problemen vaak natuurlijk totaal onderschat worden. Ja. Hey, we, hebben het, uh, we hebben hier het artikel van, uh, van Nieuwkerk. Uh, dat is een heel boekwerk geworden. Met allemaal. Uh, het ja. artikel van van. Heeft hij zelf een stuk geschreven? Dan? Nee, de Volkskrant heeft. Uh, oh, het is het stuk uit de Volkskrant. Ja, ja, ik lees de Volkskrant niet. Dus. Nee, dat weet ik. Ik heb het natuurlijk wel gezien op het internet, maar ik lees de Volkskrant niet. Nee, wel, uh, denk ik, topjournalistiek uh, van de Volkskrant. Het is, nou, ze schijnen er ook ongeveer 27 jaar aan gewerkt te hebben. Dat dus kost. dat verbaast mij nou ook weer niet. Ja, het is een heel dik stuk. En ze hebben 70 mensen die bij het programma ja, gewerkt. Dat begreep ik ook allemaal. En 50 daarvan die hebben gezegd van. Uh, ja, wij hebben toch te maken gehad van de grillen van de presentator. Ja, nou moet ik je zeggen dat die verhalen, die werden jaren geleden al verteld, dus het was voor mij nou bepaald niet een verrassing dat het uiteindelijk boven water gekomen is. Nee. Heb je het verhaal gehoord, want er staan ook hele concrete voorbeelden in, van de geluidsman van NEP? Ja, ja, ja. Ik heb deze diverse incidenten, heb ik gisteren zitten lezen op de, op Google News. Ja, ja. Geluidsman die op zijn knieën moest gaan zitten van van nieuw, kijk, omdat er iets misging met een filmpje wat ingestart werd en uh, nou, de mensen die daaromheen nou ja heen zond... Het is over de hele linie een bijzonder betreurenswaardig verhaal. Vooral natuurlijk ook omdat dat programma, wat in Nederland uh, al omgevierd werd en, en nou ja, waarschijnlijk nu wat minder wordt. Uh, natuurlijk toch onder een duistere schaduw terechtgekomen is en altijd gekoppeld zal blijven aan. Aan het vrij dramatische gedrag van, eh, van de leider, van de, de presentator, moet ik zeggen, van het programma. Precies. En wat natuurlijk bij dit alles wel erg treurig is. is dat dit allemaal jaren heeft geduurd. Eh, dat daar met enige regelmaat over geklaagd en gesproken is. En dat de autoriteiten die over dit soort van zaken gaan... gewoon geen poot hebben uitgestoken. Ja, Frans Klein onder andere. Die directeur eerst ja. was bij de Vara. En wat ik ook wel bezwaarlijk vind... is dat, dat als argument voor het gedrag van Matthijs van Nieuw... Kijk, wordt gegeven... Ja, dat is de immense druk niet waar, van een Topsport. topprogramma... wat elke avond gemaakt moet worden. Kom op, het was light entertainment. Het was soms leuk, was het een programma niet waar wat, wat de wereldgeschiedenis veranderd heeft... of de wereldgeschiedenis zal gaan halen. Nee, natuurlijk ook niet. Dus ik, ik vind, daar zit ook een soort wonderlijke element van arrogantie in. We hebben zo'n ongelooflijk programma gemaakt... dat dit wangedrag eigenlijk wel, wel terechtvaardiger valt. Ik dat lees je dat een, een dat beetje. Ook, ik begreep dat dat ook voor veel mensen in de, in de televisiebranche... Die natuurlijk sowieso al de neiging hebben, zichzelf schromelijk te overschatten. Laten we dat er even bij zeggen. Ook wel een soort argument was. Wat ik vreemd vind. Het is een aardige. Nee, dat is niet het juiste woord. Het is een intelligente man, Matthijs van Nieuwkerk. En heeft hij er heeft hij zelf geen last van gehad? Hij moet zichzelf toch ook beschadigd hebben. Hij moet zich toch hebben gerealiseerd dat zijn gedrag. Op zijn minst zonderling was. Niet waar deze wonderlijke driftbuien met, met, die, met grote regelmaat zich kennelijk hebben voorgedaan in al die jaren, behalve begreep ik de allereerste jaren toen hij door het of van de autoriteit uit de wind gehouden werd. Dat is toch vreemd? Dat hij dat die, dat die zichzelf niet heeft afgevraagd. Uh, hij is toch ook de jongste niet meer? Kijk, als je 21 bent, weet jij veel. Maak je overal een puinzooi van. Maar. Heeft hij zich niet afgevraagd, moet ik hier niet iets aan doen? Hij heeft, uh... hij, op een gegeven moment zegt hij ook ergens, geloof ik, ik heb hulp nodig. Maar ja, en vervolgens heeft hij die niet gevraagd of gekregen en is die gewoon doorgegaan ja. tot het einde. En daar stond het treurig genoeg dat zich ook bij die samson weer een, een incident had voorgedaan. Ja, dat is het. Dus uh, heeft hier een volstrekt gestoorde agressiehuishouding, om het maar even zo te zeggen. Die passage die jij omschrijft gaat ook over die geluidsman. Hij is dus uh, eerst uitgeflipt en de dag erna is hij schijnbaar rond het middaguur met een rode muts naar de redactie gegaan. En is hij in huilen uitgebarsten en heeft hij zijn excuses gemaakt. En heeft hij gezegd: Ik heb hulp nodig. Ja, Kelly, dus een moment van, van bewustwording van, van, van het feit dat hij volledig op de verkeerde weg was. Maar dat heeft. Laat blijkbaar een bar weinig golpen vervolgens. Nee, maar wat even wat hierin doorklinkt is, en de vraag is, klopt dat? Als je zo'n goed programma maakt, hoort dat dan bij dat je zo achter de schermen tekeer ah, moet nee, gaan? Nee joh, dat is natuurlijk flauwekul, de eerste klas. En over onzin, een goed programma kun je maken in een hele redelijke sfeer. Zonder te schelden? Nou, dat kan natuurlijk wel eens een vervelend woord vallen als er iets verkeerd gaat. Je gooit een bekertje koffie over de apparatuur, dat kan gebeuren, maar... We moeten dit, dit, daarom dit, dat, ik vond dat een van de meest bezwaarlijke elementen in dit hele verhaal. Ja, dat unieke programma, kom op. Het was een talk, gevarieerde talkshow over deze en gene zaken, dat was het waar ook vaak het grootst mogelijke gelul uitkwam... en ook allerlei mensen werden uitgenodigd. Siebert, Siebert zat er altijd. Ja, ik begreep dat Siebert een van zijn favorieten was... waarbij ook even achterop je ligt. kale hoofd moet krabben natuurlijk. Hoe zit dat eigenlijk? Nee, dus ik vond het, uh, ik vond het eigenlijk al met al nogal treurig. Hmm. Ik word er erg treurig van. Ja, ik denk dat veel mensen dat hebben als ze het lezen... maar bijvoorbeeld als je nu naar de talkshows kijkt... die nu op de tijdstip zitten, die scoren lang niet zo goed... Nou, daar ben ik niet zo erg met je eens. Ga Er wordt het. nu geloof ik. Ja, op dat tijdstip, ja. oké. Okay. Er wordt nu een beetje gesuggereerd alsof het elke avond drie miljoen kijkers trok. Maar, dat dat maar wel was... ruim een miljoen. Dat was heel veel. Ja, doel. een miljoen, dat was zo, inderdaad. En heeft de Varen ook al programma's die ruim een miljoen kijkers per dag trekken? Ik wil daar nou verder geen uh, nadere details over geven. Maar dat is wel degelijk het geval. En er moest natuurlijk elke dag iets nieuws gemaakt worden. Maar goed, er, zat, er zaten voortdurend, sowieso een kwaal van al die talkshows natuurlijk, er zitten voortdurend dezelfde mensen. Hmm. Ja, dat is niet erg boeiend over het algemeen. Nee. Bovendien gaat het zelden over wat de, de serieuze maatschappelijke vraagstukken. Ik heb daar nou al eeuwig over geklaagd. Maar het, het is niet groots wat ons te zien, wat we te zien krijgen. Ook niet bij de wereld daardoor. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik, dat ik het. Omdat het nou eenmaal van file op het tijdstip, dat mijn avondwandeling zich afspeelt. dat ik hetzelfde gezien heb. Maar mijn vrouw, vrouw rapporteerde erover. Nou ja, het was gewoon. Het is light entertainment. Jezus, het is geen Michelangelo van de televisie. Kom op. Ja, dat idee is wel. Jaren ja, geschaffen. precies. En, en ik heb ook eens zo'n interview gelezen. met die. Met die uh, met die eindredactrice die, die er jaren gezeten heeft. Tielke. Dat je ook denkt: kom op. Ja. Hé, wat is dit voor verbijsterende arrogantie? Laten we een beetje normaal doen. Het is TV. Ja. TV is zelden groot. Maar zijn ze dan misschien een beetje gaan zweven door het succes? Is dat wat je hier ook merkt? Nou, blijkbaar hebben ze ook in dit geval beide het. Uh, 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 Succes gezien als een excuus voor het, voor het wangedrag, wat zich achter de coulissen afspeelde. Ja. En, ik... Want zij geeft dat grif toe dat dat zo was, en ik eh, geloof dat ze dan hem, hem wel eens belde, s'avonds van een mot anders en zo, maar ja, heeft nooit ene kloot geholpen. Het ligt dus, sorry dat ik het zeggen moet, het ligt dus in zijn karakter. ja, Ja. En er is een mooi uh, artikel door de correspondent al eerder verschenen toen de wereld daardoor stopte. En uh, ik ben de, de, de naam van de schrijver even kwijt, maar hij legt de vinger wel op de uh, gevoelige plek. Want hij zegt, zij omringde zich altijd met mensen die succes hadden. En alles was altijd geweldig en top. Maar als je gaat kijken waar ze nou echt inhoudelijk, als het over boeken gaat, als het over opera gaat. Nee, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar goed, ze dat vind de... ik verder niet zo verwijtbaar. In de zin, uh, ja, dat wat ik al zei. Het is light entertainment. Het is, het is aan het begin van de avond een, een in principe vrolijke, en gevarieerde talkshow. Eh, ging het altijd over succes? Ja, dat is wel waar. Eh, iedereen, maar goed, dat is televisieland. Eh, maar het altijd gaat over de kijkcijfers. En de kijkcijfers zijn dat is succes. De kijkcijfers ja. zijn succes. Ja, er wordt ook een boekje aangehaald van dat de televisie alles plat slaat en, en eigenlijk heel klein maakt. Ja, dat is een wat weet die jongen ook Dat is een bekende cabaretier toch, die dit, die dit in de tijd op papier gezet heeft, al, al, volgens mij al wat eerder. Um, ja, dus ik vind, die, ik vind die, dat, dat de kwaliteit van het programma, het gedrag van de presentator rechtvaardigt, vind ik een volkomen onjuist argument. Ja. Dat is echt kletskoek. Hmm. En jij hebt wat ervaring achter de schermen bij tv-programma's. Dit is ook niet normaal dat het zo nee, gaat. Nee hoor. Nou wil ik het niet vergelijken met de slimste mens. Wat ook gewoon een heel gezellige boel is. Maar dat is natuurlijk een heel ander type van programma. Dat draait op een vaste formule. En, en ja, dat is natuurlijk anders dan wanneer je elke, elke dag iets anders moet maken. Ja. Oké, okay, Maar ook daar gaat wel eens iets mis. Maar daar wordt dan gewoon normaal over gesproken. En dan worden niet mensen de. Ja, daar gaat wel iets mis. Maar daar moet je niet zo niet al te dramatisch voor. Je zit nu wanhopig te denken. Wat er nou eigenlijk wel eens misgaat. Het is natuurlijk niet live. Ja, daar had de autocue niet meegedraaid. Dus of zoiets. Of dat, uh, de naam verkeerd gespeeld is. Maar goed, het is. Uh, daar maakt ook niemand zich druk over. Ja. Wat vind je er nou van dat uh, nou ja, toch de Vara en later BNN Vara, die hebben dat vanaf het begin geweten hè? Ja, die waren erbij. Nou goed, dat zei ik toch al. Ik een van de drama's. Die, een van de extra drama's in deze situatie, is dat degene die hier uh, in principe uh, iets aan hadden kunnen doen en niets aan hebben gedaan. Uh, die kennelijk toch afgebluft zijn door, ja, door het uh, succes. ...door iedereen bejubelde en ook met, met name door de betrokkenen zelf bejubelde idee... ...dat het een absoluut uniek topprogramma geweest is. Wat ook honderd keer beter was dan wat op dit terrein in het buitenland wordt gedaan. Het is, nee, kom op. Ja. Kom je, nou op. Maar vind je dat Frans Klein dat die uh, moet vertrekken? Of dat er consequenties aan verbonden moeten worden? Dat is heel erg Frans Klein. Hmm. Joost Vullings die zat gisteren ergens die zei: als, de, als hij minister zou zijn geweest, dan was het klaar geweest. Dat ja, maar politieke verantwoordelijkheid is natuurlijk heel wat anders dan dit type van bureaucratische verantwoordelijkheid. Maar het is publiek geld waarmee dit gemaakt wordt. Ja, het is publiek geld, dat is waar. Maar goed, eh, laten we eerlijk zijn, wat er, er, er rolde was een, een heel redelijk eh, televisieprogramma, voor zover televisieprogramma's redelijk zijn. Ja, maar je moet toch ook zorgen dat... Er achter de schermen kennelijk de meest fantastische wantoestanden heerste, ja. Nogmaals, alle, alle betrokkenen hebben hier op pijnlijke wijze gefaald. Ja. Maar wel het meeste presentator, een intelligente man, die bepaald de jongste niet meer is, die toch beter het beter had moeten ja. weten. Want hij begon toen hij 45 was, hij is nu 62. Dus dat is wel een volwassen leeftijd. Hij heeft veel al meegemaakt, hij heeft ook bij het Parool lange tijd gezeten. Zeker, zeker. Dan zou je ook eens moeten, ja, moeten vragen hoe het daar naartoe gegaan is. Ja, ja. Als je in staat bent om dit ruim tien jaar vol te houden, dat is wel een vrij sterke kosten. Ja. Maar wat de Volkswagen dus wel heel, en daarmee heeft het ook zo lang geduurd, ze hebben dus met advocaten gesproken, ze hebben met artsen gesproken, die, en er worden ook allemaal quotes worden eruit ja, het is, Nou Ja, dat is het treuren dat allerlei op zichzelf waarschijnlijk kwetsbare existenties zwaar beschadigd zijn geraakt en misschien voor hun leven niet waar die beschadiging ja. met zich mee moet dragen. Dat is dat programma, dit van fantastische, ongelooflijke topprogramma bepaald niet waard geweest. Er is een meisje die iedere keer schrikt, zegt ze in het artikel... als iemand, ze werkt nu ergens anders, zegt van... heb je even, we moeten even praten. <laughs> ja, dat, kan dat is toch niet. erg? Ja, dat is heel droevig. Want ze is dus gewoon, ze werd daar gewoon de laan uitgestuurd. Ja, of dat ook dat. Ik bedoel, ook de procedures dat je denkt, wat is dit nou? Ja, wat is dit nou voor wangedrag op vrijwel elk denkbaar niveau... Dat die vare BNN misschien kloot gedaan heeft. Dat niemand er iets aan. Nogmaals, ik hoorde dit al, al jaren geleden dat dit zo was. Ja. En dan zou je nog kunnen zeggen: oké, okay, bij een commerciële omroep kan dit ook niet. Daar moet je ook goed werkgeverschap laten tonen. Maar bij job. John... Ik heb geen idee hoe het daartoe gaat. Nee. Maar nu juist bij een publiek. Maar we horen. hebben natuurlijk in de afgelopen tijd. Hebben we allerlei mogelijke misstanden eigenlijk gezien bij de TV. En ja. Misschien moet de tv ook, nee, ja, misschien moet ik het anders formuleren. Zouden we dus niet eens op moeten houden met de suggestie dat die tv een magisch gebeuren is. Een ongelooflijk, ongelooflijk knap werk is. Kom op, het stelt niet zo bijster veel voor. Ja, je moet een goede cameraman hebben natuurlijk en... Ze moeten bij de regie ook een beetje redelijk op de knoppen kunnen drukken. Maar God godallemachtig nog een toe, dat, dat je elkaar voortdurend allerlei enorme veren op de hoed steekt. Ik bedoel, iedereen die toch bij iets gedaan heeft voor de tv, die weet toch dat het voornamelijk wachten en lullen rondlummelen is in allerlei opzichten. Maar dit programma kon mensen maken of breken. Want als je als bandje daar was, dan had je de. Ja, dat heeft ook wel eens een. Ik, ik, kraakte in gesprek met zo'n zo bandleider. Ja, een hele jonge man die ook weer zijn hoedje op had. Maar dat begrijp ik ook al niet, waarom die lijkt altijd van die godvergeten stomme hoedjes op moet en hebben. En hebben ze ook. Oh, maar goed, zo was het. Ik zei, voel je je niet, niet, niet belazerd dat je hier maar een minuut mag spelen? Ja, een minuut, zei die glanzend tegen mij. Dat levert ons veertig boekingen in het land op. Ja, oké, okay, als dat zo is, ja, dan zo is dat zo. Ja, maar dat hebben zij wel gecreëerd met z'n allen, dat programma. Ja, het is maar net hoe het... Nu suggereer je dus weer dat, dat je een, als je zo'n bandje laat spelen... dat dat een ongelofelijke verdienste is... dat dat bandje dan vervolgens 40 boekingen in het land krijgt. Jij suggereert ook dat dat een geweldig, uitzonderlijk programma was. Dat was het helemaal niet. Het was een heel aardig programma, that's it, punt. Maar de bazen die zeggen van we hebben er zoveel aan verdiend, het was goed voor ons imago als BNN Vara, En daarom hebben ze niet heeft ingegeven. Die, wat heeft die BNN Vara dan allemaal aan verdiend dan? Dat begrijp ik niet. Nou, veel kijkcijfers betekent natuurlijk ook meer sterinkomsten. Ja, iets meer sterinkomsten. Die sterren zijn al, al, al weet ik hoe lang een dode pirella voor ons mee. Omdat natuurlijk enorm veel advertentieinkomsten weggemigreerd zijn naar allerlei nieuwe media en... en... Op andere manieren wordt dat reclamegeld uitgegeven. Nee, kom. Dit... Ik vind dit excuus van oh, oh, oh. Wat waren wij bijzonder, daar heb ik helemaal niks mee. Okay, wat moet hier nou mee gebeuren? Dit is uitgezocht, Volkskrant heeft zijn werk goed gedaan. Eh, ik heb geen idee wat er mee moet gebeuren. Ik zou zeggen, er moet maar één ding mee gebeuren. En iedereen weet eigenlijk al op zijn, op zijn blote voeten dat dat niet gaat gebeuren. Namelijk dat dit soort van onaangename persoonlijkheden in, in, in deze wereld, dat, dat ja gepakt worden en dat er een, een structuur ontstaat waarbij dat ook mogelijk is. En de betrokkenen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en eventueel eruit worden gelazerd, natuurlijk. Ja, hoe cru dat ook klinkt, maar als dit tien jaar duurt, dan is het natuurlijk een... onbegrijpelijk dat dit er niet uitgegooid is. Maar vind je nu nog dat hij met terugwerkende kracht dat bnn Vara, moet stoppen met hem op TV? Ik heb geen idee. Dan moet de bnn Vara, ja. die heeft naar nou, ik begreep, een zeer diep insnijdende gesprek gevoerd met de betrokkenen. Dus je voelt al op je, aan je water aan hoe dit af gaat lopen, namelijk dat ze gewoon met hem doorgaan. Oké. Okay. Dat... Na diep insnijdende gesprekken. Ja. En dan is het naar mijn idee maar zeer de vraag, niet waar, of, of, dat, eh, of dat gedrag inderdaad fundamenteel zal veranderen. Ja. En of de kijker het nog wil zien. Ja, de kijker moet ik je zeggen. Die wordt in het algemeen wordt die niet gedreven door al te hoogstaande morele gevoelens, bij mijn weten. Ja, maar als je toch zit te kijken, en dat is een gezellig programma. Je weet, hey, achter de schermen geeft iets allemaal ervan langs. Ja, ik moet zeggen, ik zit nu te denken waar de kijker zou kunnen uitwijken. maar als je denkt aan een masked zinger. Dan denk je bij jezelf, dan kun je nog beter naar een lullig talkshowtje kijken. Heb je wel eens gekeken naar de band? Sowieso, in wat breder verband, we hebben het al vaker besproken. Het hele fenomeen talkshow is eh, niet erg slijtvast gebleken, is evident over zijn hoogtepunt heen. Er zijn veel te veel talkshows. Dat, zou, dat hele systeem zou eens een beetje strak getrokken moeten worden. Oké. Okay. Duidelijk punt. Geen reden voor jou trouwens om nu door dit journalistieke werk weer een abonnement op de Volkskrant te nemen? Nee joh, ik heb al één krant. Ja. Heb je, je dat pakket gezien, wat je op zaterdagmiddag krijgt van die NRC? Je kunt u tijdens daar een kruiwagentje bij aanbieden? Zodat de bejaarde het ook door zijn woning kan transporteren, bij wijze van spreken. Het is nog niet de New York Times, maar het begint er wel op te lijken natuurlijk. En dan heb ik nog de New York Times, die krijg ik digitaal. Eigenlijk is dat een fantastische oplossing natuurlijk, dat je dat ding digitaal leest. Waardoor je wel denk ik sommige dingen mist, omdat je, je kijkt naar die voorpagina, je ja, ja. kijkt een beetje naar de columnisten, maar jongen, er staat nog zoveel meer in. Ja, je hebt maar beperkte tijd, dus je kunt maar een bepaald deel ja, lezen natuurlijk. Ja, ja en dan concentreert je ook wel op bepaalde onderwerpen die, laten we zeggen, regelmatig aan de orde komen. Ja. Zijn ja, dit soort uh, artikelen wel gespreksstof ook bij de slimste mensen achter de schermen? Wordt daarover gesproken? Ik heb in de tijd al eens met, met mensen die enige ervaring in de tv-wereld hadden, hoorde ik dat verhaal en toen heb ik wel eens gezegd: van, ja, hoe ging dat dan toe en zo. En Daar was ook wel, wel deels het idee van: ja, nou ja, dat staat veel druk op enzovoort enzovoort. Ja. En je bent, op een gegeven moment uh, kwam jij daar niet meer hè, bij de wereldleider. Was dat nee, een... ik, ik was daar vrij frequent aanwezig in de eerste jaren. Maar dat is op een gegeven moment is daar een eind aan gekomen. Oké, okay, maar je weet niet waarom? Nee, al, al begrijp ik ook uit het verhaal dat allerlei mensen plotseling... Wat, wat zei hij dan ook weer, Het is klaar of zo? Of ik heb er gewoon genoeg van? Ik ben van. er klaar mee, ja, ja. Hij was, uh, was er klaar mee. Nou ja, oké. Okay. <laughs> het heeft mij... Geen leed bezorgd, moet ik je zeggen. Eh, ondanks mijn niet-verschijning in dit unieke, ongelooflijke wereldhistorische programma. Niet waar. Eh, eh, is het mij verder redelijk voor de wind gegaan, toch? Ja. Er werd ook nog een lans gebroken door Marcel van Roosmalen, zondag. Heb je dat gehoord? Heb je meegekregen? Ja, over dat, dat ik een goede Amerikanist was. Nee, hij vroeg zich af, we hebben nu rond die midterms hebben we iedereen gezien. Charles Groenhuizen wisselde ineens ook van presentator naar de deskundige. Waar was Maarten? Vroeg hij zich af. Dat is de beste. Ja, nou moet ik je zeggen dat ik was gebeld door, ik geloof, Op1. En, en ik moest mij gereed houden. Ik had zelfs twee data. En ik moet zeggen dat ik een aantal dagen niet kon. Om alle redenen. Maar toch twee data had ik vastgelegd. Want dan zei ze in de wilt u dat dan vrijhouden enzovoort. En toen werd ik gebeld dat dat me niet doorging. Oké, okay. oké, okay, want. Uh, nou moet ik je zeggen, ook daar, ja, dat klinkt niet erg aardig, maar daar ben ik ook niet verschrikkelijk rouwig om, aangezien er in Nederland, zoals iemand ook heel treffend opmerkte, ondertussen 329 Amerikanisten zijn die er allemaal enorm veel van afweten. weten. Precies. En bovendien, dat is natuurlijk iets wat heel anders is dan 20 of 25 jaar geleden. Ja, je kunt met een druk op de knop de New York Times lezen. Of naar CNN kijken als je dat lollig vindt. Of, of Politico lezen. Of, of nou ja, er is een, een gigantisch Five thirty Ja, waarom zou je natuurlijk naar de Nederlandse televisie kijken als je geïnteresseerd bent in de Amerikaanse midterms? Als je met een druk op de knop in feite de beste Amerikaanse media kunt raadplegen. Ja. Nou ja, Marcel en uh, Gijs, Gijs Groenteman, die dat programma Media Insight maken, die zeiden: je hoeft nog maar in New York te zijn geweest en je bent al Amerika-deskundige. Ja, dat zit wel wat in. Ik heb ook wel eens gezegd: als je Clinton uit de verte hebt gezien, dan ben je eigenlijk al de Amerika-deskundige. Ja, dat is waar. Oké, okay, maar dit is dus niet zo dat jij, want zij, zij vroegen zich af: ben je daar misschien mee gestopt met commentaar? Nee, het... helemaal niet. Het is een nee. gebeld, maar het, het convenieerde dus niet. Nee, precies. Met de data waarop ik niet kon, die waren kennelijk voor hen van doorslaggevende betekenis. En de kwestie was natuurlijk dat ik op de dag zelf van die verkiezingen, waarop je overigens niks weet, natuurlijk, dat is het probleem hier. Um, dat was geloof ik 8 november. Hè? Had, had ik natuurlijk Tivoli. Oh ja. Precies. Ja, daar heb ik een leuke, leuke, lezing gehouden over de midterms. Ja, oké. Okay. Dus je kunt, je kunt nog gewoon gebeld worden als mensen uh, Amerika ja, commentaren. Het is willen. niet zo. Nee, het is niet zo dat ik weiger. Het is een beetje, een beetje afhankelijk van of ik kan ja of nee. Het probleem van die shows is ook een beetje dat ze je altijd belden, bellen de dag van de dag tevoren of de middag van dezelfde dag. Ja, daar kun je niet meer meestal. Menno heeft een vraag gesteld. Hallo Maarten. In het kader van het Volkskrant-artikel over Matthijs van Nieuwkerk vroeg ik me af. Zou de iPhone zijn uitgevonden in een volledig veilige werksfeer? En ken jij andere uitvinders die als tyrant te boek staan? Uitvinders die als tyrant. Ten eerste, ik wist helemaal niet dat Martijn van Eek een nee. uitvinder was. Er wordt en een interessante link hier gelegd voor mij, een heel interessante ontwikkeling. Helemaal niet, lijkt mij. Um, dat zou wel aansluiten natuurlijk op het idee van. Magistraal programma, zoals nog nooit eerder in de hele wereld vertoond. Iets unieks. Nee? Maar dat staat ook in het artikel, dat merk je ook <laughs> aan het verhaal van Menno. Hij wordt nog steeds als een held gezien door heel veel mensen. Ja, kennelijk. Daar lijkt mij bijzonder weinig reden voor, eerlijk gezegd. Okay. Je moet hem ook niet demoniseren, zoals dat heet, maar een held, nee, dat. dat, dat ja, sowieso. Wie een, een, een presentator. Sorry. Wie een presentator van een talkshow als een held ziet, die moet sowieso naar de psychiater. <laughs> Net als dat heldendom van al die sporters, dat vind ik ook zo'n flauwekul. Maar goed, um, uh, ja, de, de iPhone zou sowieso uitgevonden zijn, aangezien de technologische ontwikkelingen dat ding mogelijk maken. Ja, wat hij natuurlijk bedoeld is van... Uh, natuurlijk als je ergens moet presteren en de verwachtingen zijn hooggespannen... dan is dat druk en dan gebeuren dit soort dingen. Dat is, dat, ik vertaal dat een beetje uit zijn berichtje. Nou, je weet dat uh, Steve Jobs... een van de meest onaangename werkgevers ooit was. Ja. Een eikel eerste klas. Ja. Onredelijk. Fanatiek. Nou ja, je ziet Matthijs van Nieuw, kijk voor je op, reizen, bewijzen, verspreken... Dan iemand uit Zwolle, Midas. Hallo Maarten, er is een ware hype aan het ontstaan rond het fenomeen grensoverschrijdend gedrag. Hij haalt ook weer de wereld daardoor door erbij. Wat hij wil weten is, zouden we ons met relevantere maatschappelijke zaken moeten bezighouden in plaats van dit onderwerp? Nou, het hangt er een beetje vanaf. Wat hij, wat hij... Ik zou wel graag zien dat dat grensoverschrijdend, dat, dat iets helderder gedefinieerd zou worden. Want er is natuurlijk een enorm verschil tussen iemand de min of meer dwingen tot, tot seksuele handelingen. En, en dat, je, dat je een flauwe opmerking maakt over een aantrekkelijke boezem of zo. Dat, dat zijn, dat, en dat wordt allemaal op één voor zijn werk, dat kan nagaan, allemaal op één grote hoop gegooid. En dat, dat, ik vind dat je daarmee uit moet kijken. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel zo. Als wij met elkaar ergens zitten en ik maak een ongepaste opmerking, kun jij mij daarop aanspreken. En dat is bij de wereld daardoor dus niet gebeurd. Er was niemand die dan zei van, hé, hey, doe eens even normaal. Of op andere plekken. Nou ja, tegen dat. Niet is Ja, dit is allemaal dus grensoverschrijdend gedrag. Daar is wel degelijk bezwaar tegen gemaakt. Maar ja, dan moet je wel gedekt worden door de hogere autoriteiten. Ja, dat was niet het geval. Als die je als een baksteen laten vallen. Ja. En als je dus naar, 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 naar huis moet met een, met een lullen huidkierentje. Ja, dat, dan uh, is natuurlijk de animo om dat aan verder aan de orde te stellen. Die wordt steeds kleiner en kleiner. Ik vond ook wel heel. Uh, nou ja, het was wel gewoon treurig. Het verhaal van een mevrouw uh, die de visagie deed. Die moest bij uh, Matthijs komen met de feun. En dan vroeg Matthijs, wat is de kracht van de feun? Want zijn haar zat niet goed. En uh, die mevrouw moest ook weg. <laughs> en die was helemaal afhankelijk. <laughs> ja, die moest dat is ook Heel triest. Hmm. een Absoluut uniek topprogramma geweest is. Ons liegt Duitsland. Duitsland. Komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras, wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De hardheid van de wereld Draait door beperkt zich niet alleen tot de tv- en mediawereld. Ook in het bedrijfsleven gaat het er in de strijd om de beste te zijn hard aan toe. De oudbaas van Mediamarkt vertelt daarover in de podcast Sea Level. Het gesprek dat ik daarover met hem had vind je via de link in de beschrijving.